Het belandde in ieder geval door die zegen eindelijk boven de degradatiestreep. En dat zorgt misschien wel voor vertrouwen. Hogeveen met Louis Vijfhuizen in de basis en ook Sil Kuurman start er vanaf het begin. Hier Jim Veldmaat, na 13 minuten brengt hij Hogeveen op een 1-0 voorsprong. Nadat er daarvoor eigenlijk nauwelijks iets gebeurde. Het goede doorzetten hier ook van Noah Schuurman. Vindt zijn maatje Jim Veldmaat. En hij brengt Hogeveen op een 1-0 voorsprong. Hier, Blekkink. Oeh, te zacht terug. Die is er buitenhuis en dan is Meekhoff uit zijn doel. En ja, haalt hij buitenhuis onderuit. En zegt scheidsrechter Steve Jansen. Ja, dit is rijp voor een rode kaart. En zo kan Meekhoff vertrekken. Ja, eigenlijk geen discussie mogelijk. Mike Arens namens Sparta Nijkerk brengt die bal erin. En dan bal op de paal en dan is het vervolgens de doelman. Die wordt dan vervolgens geraakt door Omar El Ghazouani. Heel ongelukkig, maar Bart de Wiert raakt geblesseerd. Ja, en Hogeveen heeft natuurlijk niet een derde keeper op de bank zitten. Schrik ook bij Sparta Nijkerk. Nou eens kijken wat daar gebeurt. Die bal belandt in eerste instantie op de paal. Ja, en dan is het El Ghazouani die vervolgens Bart de Wiert lelijk in het gezicht raakt. Ja, ik geloof echt wel dat het geen opzet was. Maar ja, een handige actie was het natuurlijk niet. Hij schrikte zelf ook van. Dat was 25 november 2023. Ja, de wedstrijd kreeg toen een verrassend einde, of een onverwacht einde, met de blessure dus van Bart de Wiert. Goedemiddag voetballiefhebbers, welkom vanaf het Bentingspark. We gaan nu zometeen dus kijken naar het vervolg van die wedstrijd die dus 25 november het einde niet haalde. Nou, je zag in de beelden al 1-0 voorsprong voor Hogeveen door het doelpunt van Jim Veldmaat. Vervolgens de rode kaart van Stan Meekhoff, die ons deze week natuurlijk ook wel verraste met zijn vertrek naar Staphorst de komend seizoen. Daarover later meer. En vervolgens dus die blessure van reservedoelman Bart de Wiert, die ook nog een aantal uitstekende reddingen had in de eerste helft. Uiteindelijk dus niet verder kon. En de schrik zat er toen goed in, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. Gevolg is dat we nu nog 38 minuten te spelen hebben vanmiddag. Aftrap dus straks om 3 uur. Onder leiding van scheidsrechter Janssen. Met die stand van 1 tegen 0. 38 minuten dus. 10 voor Hogeveen, 11 voor Sparta Nijkerk. Nou, zoals te doen gebruikelijk, sprak ik natuurlijk in aanloop naar deze wedstrijd met beide trainers. Te beginnen met Stef Lamberink en vervolgens met Erik Speelsiek van Sparta Nijkerk. Rest mij u nog te verwijzen naar de samenvatting en de reacties die u natuurlijk vanavond weer kunt zien via Hogeveen TV. En die reacties die kunt u ook trouwens straks na afloop van die 38 minuten zien live hier vanaf het veld. Ik wens u heel veel plezier met het kijken naar de wedstrijd tussen Hogeveen en Sparta Nijkerk. Ja, Stef Lamberink, een beetje bijgekomen van die heerlijke zegen van afgelopen zondag. Ja, is twee fijne wedstrijden achter elkaar en vooral ook zondag tot aan die rode kaart, daarvoor ook met goed voetbal. Nou ja, daarna vind ik dat we niet echt meer in de problemen zijn gekomen, ondanks dat je wel die 2-1 heel lang op scorebord stond, tweede helft. Maar nee, het was een hele fijne en ook gewoon een goede zege. Ja. Geeft het je aanknopingspunten dat je denkt van, nou, het kon nu wel zo zijn dat het kwartje gevallen is, dat we nu toch die opgaande lijn te pakken hebben? Ja, weet je, daarin probeer ik ook gewoon te zeggen wat ik zie. Ik ook kijk, eerste seizoen zelf ook, heb ik ook vaak gewoon gezegd van wat er gewoon wel in zit en wat we gewoon wel tonen. Nu kun je het misschien met facetten van, dat het nu wel onze kant opvalt misschien. Wat ik wel een groot verschil vind, is dat bijvoorbeeld onderlinge afstanden nu al beter zijn. En dat ook een bepaalde urgentie meer zichtbaar is.
Het goede voetbal zie je bij Vlaag nog steeds. Maar dat is misschien juist wel iets meer de laatste twee weken. Iets meer naar achter gedrongen ten opzichte van langere fases in de eerste seizoenshelft. Ja, en wat het dan precies maakt. Dat kunnen verschillende factoren zijn. Zie ik het goed dat Tom Heerkens er ook een belangrijke rol in speelt? Nou ja, Tom, ook in die fase dat we veel wedstrijden voor de winterstop wonnen. Kijk maar na, hebben we ook veel in die samenstelling gestaan waarbij Tom ook op rechts buiten stond. Nou, Tom is bij uitstek, vind ik, een jongen die ook goed tussen de linies kan spelen. Enorm goed is in het omschakelen, maar ook echt een goede verbindende speler. En wat hij nu ook nog eens heeft, dat hij op scoreformulier komt met een paar mooie doelpunten en een paar hele goede assists. Dus gewoon is het hele jaar, vind ik, al heel stabiel, ongeacht resultaten. En dan gaat de week verder en dan slaat het nieuws in als een bom. Dat is dan mee of een stap als schaap? Ja, weet je, ik wil er nou ook eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Maandag komen we met de groep daar ook over bij elkaar. En hebben we het er dan even over. Maar inderdaad, het was wel. Het is jammer vooral op dit moment dat het ons nu op dit moment overkomt. Daarin ook wel iets geluid daarover gehoord. Maar het moment is wel onverwachts. Ja. En vooral ook omdat het natuurlijk in principe je enige keeper op dit moment is, hè? Ja, dat klopt. Nou ja, vandaag staat, als ik leuk, staat Bart in de goal. Die gewoon talent is en destijds ook goed deed. Maar ja, qua keepers dit jaar inderdaad, hè, met Renzo daarbij. Hè, zoals keeper Raymond die nog een wedstrijd ons uit de brand heeft geholpen. Ja, houdt dat niet over. Dat klopt. Proef ik ook een beetje in de club dat de collegialiteit van Staphorst een beetje in twijfel wordt getrokken? Ja. Kijk, nu ga je me allemaal morele kwesties. En dat mag ook natuurlijk. Kijk, mag ook niet op antwoorden, Stef. Oh, nee, dat weet ik ook. Dan doe ik het ook niet. Kijk, het enige wat ik vind, ik zou het niet op die manier zoveel en zo nadrukkelijk dit doen. Dat is niet mijn stijl die ik zelf zou hanteren op het moment dat ik in zo'n functie zou zijn. Ja, en dat is wat ik daarvan vind. En ik weet ook hoe de voetbalwereld op dit niveau werkt. Dus het is niet voor mij iets heel nieuws of denk van, dit is heel gek. Dus ja, nou ja, goed, ik had dat anders gedaan, maar niet meer dan dat. Nee, ik kan wel voorstellen, je zit natuurlijk zelf niet in een technische commissie, maar je bent er wel bij betrokken, dat er nu doorgeschakeld moet worden. Ja, nou daarin moet ik wel zeggen, ik vind het TC echt al, en het valt misschien niet zo op, maar maanden best veel energie erin stopt. En daar ook echt wel, ook ten opzichte van eerder, misschien wel goed lijstjes klaar heeft. En dat er echt wel dingen spelen. Maar soms ben je ook gewoon afhankelijk van, wat maakt een speler van keuze? Ook al heb je je goed voorbereid, een speler kan van extern gewoon een andere keuze maken om verschillende redenen. Ja, en daarbij hebben we ook nog eens te maken dat jongens bijvoorbeeld toezeggen en dan één keer de keutel intrekken. En maar daarin vind ik wel wat ik nu zie, wat niet iedereen zichtbaar heeft, dat het gewoon goed geschakeld wordt. Toffe keepers hebben, Renzo Hemmens, hoe staat het daar eigenlijk mee? Ja, Renzo is sneu verhaal wat dat betreft, die zelfs in het dagelijkse werkzaamheden zelf nog wat last heeft. Dus op dit moment ben ik er bang voor, verwacht ik hem nog niet onder lat. Dus ik ben al blij dat hij gewoon weer pijnvrij wordt. Eén ding heb je nu al verraden voor vanmiddag. Bart de Weert inderdaad, hij kan starten. Dat moest ook haast wel, want Raymond stond dacht ik niet op papier. Hè? Ja, jawel. Raymond is onze reservekeeper vandaag. Er is veel contact of veel. Hè. De complimenten daarin naar Arjan, die daar veel ook weer. Heel veel onzichtbaar werk, zeg ik altijd, in heeft gedaan. En daar zijn werk ook in heeft gedaan. En daar ook mee geschakeld. Dus Raymond is reservekeeper. En Bart inderdaad, die mag gewoon wel starten. Dus dat is ook mooi voor die jongen. Hoe heb je toegewerkt naar deze wedstrijd? Want 38 minuten, het is wel bijzonder natuurlijk. Hoe ga je het aanpakken? Ja, je weet eigenlijk is wat dat betreft niet zo, is heel eenvoudig. Je weet dat je met 10 man staat en 38 minuten daarin, wat tegen moet houden en hoopt op de counter eruit te komen. En daar gaan we ook zeker voor in het begin. Dus we gaan echt niet alleen maar leunen en wachten. Dus dat is echt wel het plan om daar sowieso in de beginfase nog wat meer te doen. Ja, want 10 minuten kun je dat doen. Maar 38 wordt moeilijk, wordt een lastige vraag. Daar ben ik met je eens. Het is ook me heel afhankelijk van, en dat heb ik nu voor het eerst helemaal gezegd, wat gaat de tegenstander doen? Hoe gaan ze spelen? Gaan ze gelijk van blank? Gaan ze eromheen spelen of zijn ze geduldig? Ja, dat zijn allemaal facetten die je niet weet. En dit is ook voor heel veel jongens nieuw. Natuurlijk voor mij ook. Ik heb nog nooit 38 minuten moeten inhalen. Ja, daarin het enige wat ik nu kan zeggen. We hebben ons voorbereid op verschillende dingen. En ik hoop dat we snel kunnen schakelen waar nodig. Dat is nog nooit eerder meegemaakt, Stef. Ook niet korter? Nee, ik heb volgens mij. Ik kan me niet. Wel eens een keer naar de wedstrijd is gestaakt. Een paar keer. Maar Nieuwbuinen volgens mij dacht ik een keer met de mist. Ik kan me nog herinneren. Volgens mij heb ik jou toen geïnterviewd, dacht ik. Oh, ja. Is die ook ingehaald toen? Ja, hij is volgens mij wel ingehaald, ja. Oh, nou ja, goed. Dan is mijn ik weet ook niet 100% zeker. Het zegt Nieuwbuinen zal wel eens kunnen. Maar verder niet zo dat ik mij gelijk herinner. Andere posities uit mijn hoofd. Livon, die startte toen.
Sil natuurlijk. Ja, die mag je vervangen, die mag je wisselen. Ja, klopt. Die mag je. Moet je zelfs wisselen, denk ik nu. Ja, het is ook inderdaad anders. Hou je niet veel mensen over, maar nee, dat klopt. Kijk, Jeroa is gewisseld, die mag je bijvoorbeeld niet meer inzetten. Nou, Stan is duidelijk, is geschorst, dus dat zijn de voorwaarden vooraf. Maar jongens die toen niet op het wedstrijdformulier stonden? Ja, die mogen nu wel. Op het moment dat je niet speelgerechtigd was op dat moment. Vraag je bijvoorbeeld Pedro of Carlos, die dat nu wel zijn voor ons. Die mogen het vandaag niet meer doen. Op het moment dat je gewoon bij de wedstrijdselectie zat of geblesseerd was of wel speelgerechtigd was, maar niet bij de selectie zat, mag je gewoon nu wel op het formulier. Maar dan moet je wel van tevoren aanvragen. Jong de Pedro even, mooi hè, vorige week. Hè? Wat het losmaakt binnen een club, hè? Gelijk een cultheld. Ja, nou ja, weet je wat ik mooi vind? Dat is ook cultuurverschil dat wij Hollanders nog wel eens hebben. En die jongen die straalt in en al ook enthousiasme uit. En dat zie je vaak bij die roots, dus dat vind ik al heel mooi om te zien. En ook de manier hoe die invalt, ook al is maar 5 à 10 minuutjes, hij brengt een bepaald enthousiasme gelijk mee. Ja, daar wordt volgens mij iedereen gelijk blij van. En ook gewoon inhoudelijk, gelijk met het drive naar voren in een actie, maar ook in het druk zetten. Ja, dat kan ons wel gaan helpen. Nou goed, na vandaag natuurlijk Hercules. Dinsdagavond de Cupfighter, die Reuzendoder, Ajax geslagen. Leuke uitdaging. Ja, scheelt het dan dat je nu maar 40 minuten in de benen hebt straks? Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook sowieso. Ja, daarnaast ook gewoon dinsdagavond bij ons thuis. En de vorm die je hanteert, veel kijken naar onszelf. Maar dan kijken we met veel zin en vertrouwen naar vooruit. Ja. Goed, eerst maar die 38 minuten. En je niet vergissen hè, dat je straks denkt dat je rust hebt. Nee, 38 minuten een zuurstofflesje op en bikkelen. Dus dat gaat goed komen. Dankjewel, Stef. Erik Speelziek, terug in Hoogeveen. Het gevoel inmiddels wat anders, want je zat er wel een beetje doorheen volgens mij met die gestaakte wedstrijd. De frustratie zat hoog. Ja, kijk, het is natuurlijk vervelend wat er gebeurt. Maar goed, bij ons hebben we laatst ook nog een speler, die missen we nu ook, Raymond Huizing, die ook een hersenschudding heeft. En die gaat er dan vanaf. En dan, ik denk dat je dan daarna, op zich zou je, wij hebben ook gewoon verder getraind. Hè, dus, maar ja, dit is best ook lastig. Je wilt eigenlijk niet zo graag terug voor 40 minuten. Maar ja, zo'n situatie is ook gewoon vervelend voor de jongen natuurlijk. Ja, en voor jullie was het natuurlijk echt zuur ook. Van, jullie hadden natuurlijk ook van kunnen profiteren, want Hoogeveen had gewoon geen keeper meer. Nee, en dat maakt niet zoveel. Dat is één. Het andere is natuurlijk dat je, als je al een wedstrijd in de benen hebt, al 50 minuten in de benen hebt, of dat je 40 minuten uitgerust kunt beginnen zoals vandaag, is natuurlijk ook een nadeel. Maar ja, goed, het hoort er ook gewoon soms bij. Ja, dan ga je de winter in en kon je de winterstop uit. Zege op IJsselmeervogels, heerlijke start. En dan? Ja, we hadden natuurlijk zes wedstrijden op rij gewonnen. Hè? Van Genemuiden, Hakema, Hercules, IJsselmeervogels. Best goed gespeeld. Maar ook wel vaak wedstrijden die ook wel eens een keer de andere kant op kunnen vallen. In de laatste drie wedstrijden zit het in dat opzicht gewoon een beetje tegen. We maken veel individuele fouten. Dat is soms goed op te vangen. Dat zou je soms moeten opvangen met een team. Maar ja, op sommige posities is dat lastig. Aan de andere kant, ja, het zijn wedstrijden die ook allemaal op zichzelf staan. Tegen Urk speelden we een hele behoorlijke wedstrijd. Tegen Dover speelden een hele behoorlijke eerste helft. Maar in deze competitie wil je helemaal niets gemakkelijk. Dus je moet er eigenlijk wel de hele tijd staan. Merk je ook dat het de druk dan misschien wel toeneemt? Je bent zelf door de wol geverfd natuurlijk heel veel meegemaakt. Ik kan me voorstellen, fanatieke achterban bij Sparta. Het woord kampioenschap valt dan één keer. Doet dat wat met zo'n groep? Nou, dat valt wel mee, denk ik. Want we hebben het daar helemaal niet zoveel over. Ik dacht niet dat we na IJsselmeervogels zomaar kampioen zouden worden. En ik denk nu niet dat we niet meer kunnen promoveren. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Maar wat je wel moet doen, is gewoon een keer een goede serie neerzetten weer. En dat kunnen we. Maar nogmaals, de verschillen zijn gewoon heel klein onderling. Ja, het zou wel mooi zijn om bij Sparta ook afscheid te nemen met de prijs. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, en dat doen we alles aan. Maar en hopelijk vandaag dat we daar een start mee kunnen maken. Zelf ga je naar Tech, terugkeer. Heb je daar lang over na moeten denken? Want ja, terugkeren bij oude club kan soms ook risicovol zijn. Bah, zo denk ik helemaal niet hoor. Het was eigenlijk dat ik een jaar geen club wilde trainen. Wel wat andere dingen wilde doen in het voetbal. Maar ik heb altijd wel goede contacten met Tech onderhouden. Ik ga dat met Dennis van Toor doen. Dat is een oude assistent van mij. En dat speelde ook nog wel een beetje een rol, wat ik heel leuk vind. En ik denk dat we daar ook wel iets moois van kunnen maken weer. Ja, en dan toch weer een beetje meer in die zondag derde divisie, hè? Weer wat anders?
Ja, maar dat is geen bewuste keuze hoor. Dat, en veel wedstrijden worden ook al op zaterdag gespeeld. Dus nee, dat maakt me niet zoveel uit. Heeft Tech meer potentie nog om naar de tweede divisie uiteindelijk weer te gaan dan Sparta Nijmegen? Nou, ik vind dat Sparta als vereniging en club is wel echt een hele mooie club. En ook een grote club. Dus Tech heeft ook wel potentie. Hè? Veel zaken zijn goed geregeld. De randvoorwaarden zijn bij Tech heel goed geregeld. Maar bij Sparta ook. En ik denk dat we bij Tech nog wel wat stappen moeten zetten om in zijn geheel naar de tweede divisie te gaan. Want als je als... het is niet alleen het eerste elftal wat promoveert, maar de hele vereniging. En daar is Sparta nu wel een stuk verder in. Goed, nou vandaag dan 38 minuten nog. Al vaker meegemaakt dat je een restant van de wedstrijd moest spelen? Ja, volgens mij niet. Nee, niet zo. Volgens mij heb ik dat niet meegemaakt. Nee. En dan zit er natuurlijk wel een verschil in tussen 10 minuten nog, hè, wat we ook wel zien, of 38. Dan kan een tegenstander denk ik ook niet volledig de hele tijd achteroverleunen. Nee, maar goed, dat doen ze tegen ons toch wel best vaak, zeg maar. Hè? Omdat wij vaak voetballend best goed zijn, gaat de tegenstander al dan niet vrijwillig, gaan ze ook wat achteruit. Ik denk wel dat de ruimtes gewoon heel klein zullen zijn. Maar goed, Hogeveen kan heel goed omschakelen, dus we kunnen niet alleen maar blind aanvallen. En al zullen we dat natuurlijk wel veel proberen te doen, hè? Veel aanvallen. Maar ja, we zullen ook gewoon moeten oppassen dat we niet in het mes lopen. Bij Hogeveen 2 mutaties, omdat die jongens gewoon echt gebaseerd zijn. Hoe zit het bij jullie? Ook 2 mutaties, omdat de jongens echt geblesseerd zijn. En ook 2 andere. Dus in totaal 4 mutaties. Jij had geloof ik 3 keer gewisseld, hoor? Nee. Nog niet, helemaal niet. We hadden helemaal nog niet gewisseld. Nee. Maar we hebben 2 jongens die echt geblesseerd zijn. Wesley de Laat en Raymond Huizing. Die kunnen echt niet spelen. En we hebben nog 2 extra wissels toegepast. Nou goed, wat verwacht je wat Hogeveen gaat doen? Jij zei het min of meer al, hè? Toch wel terugzak? Nou, terugzakken, maar in ieder geval goed gesloten spelen. Hè. Dat kan je ook natuurlijk wat hogerop doen. Maar ja, als je een man minder hebt, dan heb je ook vaak iets minder de bal. Dus ik verwacht wel dat wij wat meer aan de bal zullen zijn. En dan moeten we zorgen dat we een goal maken. Maar ook niet het volle bak natuurlijk gelijk met het risico dat je binnen 2 minuten een treffer tegenkrijgt. Nou, we gaan wel volle bak spelen. Maar niet allemaal onnodig vooruit spelen of in een veel te hoog tempo dat we heel het balverlies hebben. Dus we gaan het tempo afwisselen en we zullen heel veel aanvallen. Maar we zullen ook wel moeten zorgen dat we dat goed georganiseerd achterin hebben. En draai het om, dan begint het geloof weer te komen. Ja, maar dat geloven ze sowieso wel hoor. Dus, want nogmaals, je moet een goede serie neerzetten. En ook kijk, Harkma speelt vorige week gelijk tegen Kampong. Vogels verliest van Volendam. Hercules verloor onlangs bij Odin. Dit is best een bijzondere competitie. Ik wens je heel veel plezier. En ik zei tegen collega ook al, straks niet denken dat het rust is, hè? Nee, dankjewel. Dankjewel.